Twee auto's zijn vrijdag aan het begin van de middag naast elkaar in de sloot langs de A73 beland. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Dukenburg. De vluchtstrook werd afgezet. Verder had het overige wegverkeer weinig last van het ongeval en de berging van de voertuigen. Een hek dat beschadigd was geraakt, is door Rijkswaterstaat weer gerepareerd.